applaus, hè. Zwaaien met z'n allen aan niemand minder dan deze Ad Rosa. Hij Brevet alweer gehaald in het jaar 1988. En Ad, die vindt het geweldig om ballon te varen. In het verleden is hier geweest onder andere met de Villa Happel, de Max ballon en de Panasonic ballon. En vanavond is opgestegen in de ballon de PA4, de PA8. En dat is natuurlijk weer geweldig. Ballonnen overigens zijn geregistreerd als vliegtuigen. Kun je ook mooi zien dat deze hete luchtballonnen, de Nederlandse hete luchtballonnen, beginnen met de letters PH. En wanneer je het hebt over een luchtballon uit België, kun je straks ook mooi zien bij de hete luchtballon van Koen Oudenaard daar op het middentrein. Die beginnen altijd met de letters OO. Overigens zullen de luchtballonnen vanavond gaan varen in de richting van Beesterswaag. Dat is natuurlijk ook weer een mooie richting. Eigenlijk iedere avond zijn ze in die richting gaan varen. Ook daar vanavond weer in de richting van Beesterswaag. En je merkt er af en toe nog een vlagerigheidje van de wind. En dat is natuurlijk altijd wel even belangrijk om te weten wanneer die vlagerigheid dan uit de lucht zal zijn. Ballonvaren is een veilige sport, maar het is altijd weersafhankelijk. Te veel wind is niet goed en te weinig wind is ook niet goed. Want wanneer je te veel wind hebt, ja, dan kun je natuurlijk over allerlei gebieden gaan. Maar dan wordt het best wel eens penibel om uiteindelijk te gaan landen. Maar stel eens voor dat je te weinig wind hebt. Wanneer je te weinig wind hebt met een hete luchtballon en je hangt bijvoorbeeld ergens boven hoogspanningskabels. Of je hangt boven bosgebieden en wanneer je niet meer vooruit kunt, je kunt geen kant meer op. Ja, dan heb je wel eens een probleem. En dan wordt er wel eens gesproken wanneer er dan een luchtballon, zeg maar toevallig eens een keer landt. Niet op een weiland, maar in een woonwijk. Dan wordt er gesproken over een noodlanding. Nee hoor, dan moeten we altijd zeggen, het zijn keurige gecontroleerde ballonlandingen geweest. Alleen ja, wanneer je de pech hebt, en dat hebben natuurlijk ballonvaders niet in de hand, weersomstandigheden. Wanneer je de pech hebt dat uiteindelijk bij voldoende wind, wanneer je opgestegen bent, en vervolgens dat er dan bijna geen wind meer is, dan heb je natuurlijk wel een probleem. En dan op enig moment moet je dan ook ergens landen. Zo is het een aantal jaren geleden voorgekomen dat er hete luchtballonnen geland zijn op de middenberm van de A28 tussen Zwolle en Harderwijk. Moet je eens nagaan, dan zie je daar, dan rij je daar over de A28. En opeens zie je daar wat luchtballonnen geland zijn op het midden van de A28 in de middenberm. Nou, toen werd er ook gesproken over noodlandingen. Absoluut waren dat geen noodlandingen. Het waren de meest veilige landingen. Alleen zo'n ballonvader moet dan op enig moment wel de keuze maken om gecontroleerd te gaan landen. En als het dan op enig moment dan op zo'n autosnelweg is, op zo'n middenberm is van de A28, wat in dit geval gebeurd is, dan is dat maar zo. Dus zo weten we het weer wanneer we het lezen, noodlanding of wat dan ook. Of je ziet op 112 meldingen iets met een luchtvaartschip wat dan geland is. Nou, het zijn luchtballonnen die dan veelal gecontroleerde ballonlandingen hebben meegemaakt. Ballonnen die we hier hebben zijn prachtig, mooie hete luchtballonnen. Natuurlijk in alle vormen en maten. We hebben grote luchtballonnen, we hebben kleine luchtballonnen. We hebben mannen waar wel 24 man in kan. Onder andere die grote luchtballon van Koen Oudenaard. Dat is nu juist zo'n hele grote hete luchtballon waar een mannetje of 24 in kunnen. En we hebben natuurlijk ook kleinere ballonmanden waar een mannetje of 3-4 in kunnen. Wat we ook hebben zijn luchtballonnen met onder een bankje. Dat zijn de zogenaamde cloudhoppers. Ook dat is mooi om te zien. We zien een aantal jaren geleden regelmatig mogen aanschouwen wanneer er een luchtballon gaat varen met een hete luchtballon. Zat er een bankje onder een hete luchtballon, gingen ze op ballonvader de voetjes van de vloer doen. En alleen ging hij dan verder rondvaren boven dit gebied. Dat hebben we